Pandeigenaar Extase reageert op krakersactie. Stijgend aantal bezoekers voor voedselbanken. En Beuningen piekt in aantal coronabesmettingen. Dit is het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 25 oktober. Voor de tweede keer heeft de politie maandagmiddag het pand van voormalig café Extase ontruimd, omdat er zich krakers hadden gevestigd. De groep noemt zichzelf Nijmeegs Jan 10 en wil op deze manier aandacht besteden aan de woningnood. Grols is de eigenaar van het pand en is niet te spreken over de acties. Het pand is eigendom van Grols. Dat is ons eigendom en we gaan ervan uit dat iedereen dat ook respecteert. Kraken is wettelijk gezien verboden. Volgens advocaat Timo IJzerbrand maken de krakers inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar. Pas in 2010 is kraken ook strafbaar gesteld. Dit kan gestraft worden met de gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete. Doordat het strafbaar is, kan de politie ook optreden. Toch weerhield Nijmeegs Jan 10, zoals de groep zichzelf noemt, niet om het voormalige café te kraken. Ik ben aan het studeren op dit moment. Het zou me niet goed uitkomen als ik in het gevangenis terecht zou komen. Maar ik kan het gewoon heel moeilijk zien dat ik gewoon vrienden heb die gewoon niet een huis hebben. Ik bedoel, ik kan zelf amper rondkomen. Ik zie overal om me heen mensen cirkelen om gewoon hun kop boven water te houden. Mm-hmm. Mensen van mijn leeftijd die gewoon niet eens meer de verwarming aan kunnen zetten, omdat ze dat gewoon niet meer kunnen betalen. En ondertussen gaat al het geld naar energiebedrijven en worden huisjesmelkers beschermd. Mensen die al geld hebben. De focus ligt zo duidelijk niet bij de echte mensen. En dat doet me gewoon heel veel pijn. De gemeente zegt niks tegen de krakers te kunnen doen, gezien zij hier geen actieve rol kunnen vervullen. Grols hoopt dat er niet nog vaker gekraakt wordt, want zij is momenteel in gesprek met een mogelijke nieuwe huurder. We zijn in gesprek met kandidaten. Het pand heeft ruim 2 jaar leeg gestaan. We waren voor COVID in gesprek, maar toen kwam COVID. U kunt begrijpen dat dan is het moeilijk om een geschikte kandidaat te vinden. En we zijn momenteel weer in gesprek met kandidaten. En we hopen dat straks het pand weer in gebruik is wat goed is voor Nijmegen en voor de horeca in Nijmegen. Maar de groep krakers gelooft dit verhaal niet. Ja, als het nu al meer dan 2 jaar leeg staat en niemand wil dat pand hebben, en dan wordt het gekraakt in een weekend en dan in dat weekend zijn er opeens meerdere potentiële kopers. Ja. En dan kunnen ze ook niet vertellen in welke staten daarin zijn. Klinkt niet helemaal eerlijk. De Nijmeegse krakersgroep laat weten dat er in de toekomst meer acties in Nijmegen zullen volgen. Dat alles duurder wordt en steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen, wordt ook gemerkt bij de voedselbanken in de regio. Ze zien een stijgende lijn in het aantal mensen dat zich bij hun aanmeldt. Ook bij de locatie in gemeente Druten valt dat op. De voedselbank van de gemeente Druten was voorheen een voedselbankwinkel, waar mensen fysiek boodschappen konden doen. Nu gaat het allemaal online. En dat kunnen ze iedere week doen. En afhankelijk van hoe groot hun huishouden is, kunnen ze 1 of meer producten per productgroep bestellen. Dan worden de spullen klaargezet in de kratten. De toename komt niet als een verrassing, omdat de voedselbank deze al zag aankomen. Al jarenlang best wel veel armoede in Nederland. En die wordt nu alleen maar groter door de hogere kosten van levensmiddelen, maar ook met name door de energie. Het blijft voor de voedselbank een uitdaging om aan voldoende levensmiddelen te komen. Kijk, wij hebben nu hier ook te maken met een toename van klanten. Op dit moment tussen de 30% en 40% in de afgelopen 3-4 weken. Maar wij willen de klanten net zoveel meegeven als dat we normaliter kunnen doen. Wij mogen als voedselbanken al werken met een verlengde houdbaarheidsdatum voor de meeste producten. We hebben wel strenge voedselveiligheidseisen, dus daar controleren we ook op. Ze proberen zich op een positieve manier voor te bereiden. Kijk, zorgen maken is niet wat wij doen. We gaan de uitdaging aan. Maar we realiseren ons dat we wel flink eraan moeten werken om aan voldoende producten te komen. Maar omdat het nu zo heftig is, hebben we met elkaar besloten binnen Voedselbanken Nederland dat we ook voedselproducten kunnen kopen als het nodig is. Er zijn verschillende levensmiddelen die worden aangeboden. Het varieert van brood, rijst, pasta, soepen, groentes, fruit,
en ook wel wat lekkers. Maar minstens 60-70% moet horen tot de schijf van 5. Het is een toevoeging voor zo'n 3-4 dagen. We blijven proberen de mensen voldoende producten aan te bieden. De drempel naar de voedselbank is best wel hoog. Dus wat wij graag zouden willen meegeven, kom naar ons. Wij helpen graag. Al onze vrijwilligers staan ervoor om te helpen. Dus ja, de uitdaging is alle mensen die het nodig hebben te bereiken. Ja, en te zeggen, kom, wij helpen. Gemeente Beuningen schiet omhoog met het aantal coronabesmettingen. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners bedraagt daar momenteel ruim het dubbele van het gemiddelde in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Beuningen scoort 49,6, de regio 21,8. Toch zegt de GGD dat dit niet zoveel zegt. Een woordvoerder wijst erop dat sinds 11 april dit jaar het testbeleid is veranderd. Rijkswaterstaat is maandag gestart met het kappen van 86 bomen langs het Maas- en Waalkanaal tussen Nijmegen en Malden. Dit gebeurt vanwege de veiligheid. Het gaat om 15 tot 20 soorten bomen, waaronder eiken, esdoorns en berken. Jaarlijks controleert Rijkswaterstaat de bomen langs het kanaal. Bij de laatste controle bleken 86 bomen niet in orde te zijn. Ze worden gekapt omdat de kans bestaat dat er vallende takken op fietsers of wandelaars terechtkomen. Woningcorporatie Portaal gaat de huur van woningen met een lage energielabel per 1 juli 2023 bevriezen. Het gaat om slecht geïsoleerde huizen die nog een E, F of G-label hebben. Daarnaast hebben ze ook alle huren van mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon verlaagd tot €550 per maand. Portaal heeft een inschatting gemaakt dat het in totaal om 28% van de huurders gaat. De huurverlaging wordt naar verwachting per 1 juli volgend jaar doorgevoerd. Vandaag hadden we te maken met een gedeeltelijke zonsverduistering. Je moest wel even goed kijken. Tussen de wolken door kon je het dan nog net waarnemen. Gelukkig hadden wij een foto van onze eigen fotograaf, John Beckman. Prachtig om hier te zien dat er een klein stukje uit de zon is. Nou, voor de rest was het vandaag droog. Het was niet koud. Het was een graad of 17. Vanavond hebben we nog te maken met wat opklaringen. Vannacht wat meer bewolking en kan er ook een spatje regen vallen. Morgen overheerst de bewolking, maar er is ook nog wel ruimte voor de zon. In de ochtend kan het in het zuiden nog even een beetje licht regenen. Voor de rest blijft het droog. Temperaturen morgen 17 graden het noorden, in het zuiden 20 graden. In onze regio morgen is het dus bewolkt met af en toe ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. Dan de vooruitzichten. Donderdag veel bewolking, kans op een bui en een temperatuur van misschien wel 22 graden in het zuiden van het land. Vrijdag meer ruimte voor de zon, dan misschien een warmterecord, want het kan zelfs in het zuiden dan 24 graden worden. Tot zover het RN7 regio nieuws van dinsdag 25 oktober. Blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio via de RN7 app of kijk online rn7.nl. Wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het kijken.